Ik ga dood. Ik heb een totem van Nijn. We hebben hem. We hebben hem. Rennen. En daar heb ik deze boekenkast uitgehaald. Dus in totaal hebben we 5. Wow. Weet je hoeveel boeken dit zijn? Dus waar ben je? Looting 3. Robin Ripper. Hoppakee. En we zetten het erop. Juist. Hallo en welkom. Leuk jullie kijken in deze nieuwe video. Vandaag, jongens, vandaag ben ik weer wedergekeerd in Content Veen. En we staan op een best bijzondere plek. In mijn afgelopen livestreams ben ik namelijk echt een heel eind gereisd. Kijk maar, ik ben namelijk op min 6000 en min 7000. Dat omdat deze mansion, die was gewoon... Ik wilde die gewoon zo graag helemaal gereed hebben. Ik wil alles wat erin zat, wilde ik hebben. En moet je zien hoeveel boekenkasten ik daaruit heb gekregen. Niet normaal. Verder ook nog wat andere loot, maar dat is allemaal niet zo heel bijzonder. Echter heb ik ook verdrietig nieuws, want dit is er ook gebeurd. Weer veel te veel uit één min... Nee. Nee! Kwast! Nee! Oh! Oh, nee! Nee! Kwast, de dode kwast is extra dood. Hij is dood. Jullie zagen het goed. Dode kwast is extra dood. Hij heeft het helaas niet gehaald. Er kwam een steenkrieper aan en die ontplofte precies waar kwast stond. Dat was zo verdrietig. Dus ja, deze boekenkasten kosten wel helaas een leven van kwast. Maar het goede nieuws is dat er nog een mansion hier in de buurt is. En die wil ik nu ook eventjes helemaal gaan reden. Dus wat ik ga doen is, ik laat die kisten hier staan. Ik neem het bed mee. Ik neem deze mee. En ik neem deze mee. En dan maak ik eventjes nog... Oh, moet ik even zo doen. Nog een ender chest. Want dan gaan we even nog een keer op pad richting de andere mensen. En dan gaan we die ook eventjes helemaal leeg plunderen. Als het goed is zijn we aangekomen. En ja hoor, daar is hij al. Hij steekt al boven de bomen uit. Laten we even een beter zicht krijgen. Top 8. Oeh, en ik zie alweer mooie boekenkasten. En jij daar, jij gaat mij een Totem of Nine geven. Die gaan we zeker dan ook even killen. Laten wij dan nu ook ons stationnetje hier boven op de boom plaatsen. Vind ik eigenlijk best wel een mooi plekje. Zetten we ons spawnpoint hier. Stel we gaan dood dat we altijd terugkomen. Ditje even alle spullen die we hebben. Moeten we wel nog even wat extra torches maken. Valt me nu al op. Want die hebben we niet. 24 vind ik ook best wel weinig eigenlijk hoor. Alright, laten we eerst dat beest daar even killen. Maar voordat we dat gaan doen... Jongens, kijk eens. Mijn editor heeft weer een prachtig gifje gevonden. En ik weet niet wat het is, maar abonneer maar gewoon. Dit betekent abonneren. En dan wat ik eigenlijk nooit doe aan mijn andere kant... is mijn Instagram. Ik weet niet waarom, maar volg me gewoon even op Instagram. Dat is ook wel leuk. En like, we gaan voor... 3000 likes, doe maar even liken. Alright, jonge man daar in... ja, hoe heet je eigenlijk? Hallo. Hallo. Oh, wat mooi. Kijk, en ding is, ik zie jou daar ook al staan. En ik zie jou ook al staan. Dus als ik jou even... Oh mijn god, hij spant nu al van die dingetjes. Nee, 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 nee. Nee, jullie heb ik zo'n scheidhekel aan. Ik haat echt deze beesten. Ja, ik weet het. Oh mijn god. Ik heb ook veel te veel levels, hè, jongens. Ik heb 34 levels. Dat moet ik niet zomaar gaan riskeren. Hallo. Ja, ik weet het. Ik weet het. Oh mijn god, er gaat nog meer van die dingen spannen. Als jij nou gewoon even van Oh mijn god, het zijn er veel. Het zijn er heel veel. Ga jij nou gewoon even... Ik kan het zeggen... Oh, waar kom jij vandaan, jongeman? Oké, nu is het tijd. Dit is het moment. Dit is het moment. Ja? Nee. Oh mijn god, ik ga dood, hè. Ik ga dood, hè. Ik ga dood, hè. Ik heb een totem van Nijn. We hebben hem. We hebben hem. Rennen. Nu moeten die even dood, die kleine mannetjes. Ja, oké. Dit ga ik overleven. Dit ga ik denk wel overleven. Zolang ik... Die... Oh mijn god, nee. Nee. Oh, oh. Nee! Oeh, ik dacht even dat... Oh, gelukkig heb ik fall damage of verder falling. Jeemige, ik dacht dat ik dood ging vallen. Ik heb ook echt golden appeltjes nodig eigenlijk. Bok op! Wat zijn jullie... Ze zijn ook zo klein. Je kan ze bijna niet raken. Oké, kom maar. Dan gaan jullie nu dood. Nu is het klaar. 1, 2, hoppakee! Het is net tennissen. Zo, slapen we. Is het gelijk mooie dag. Bergen we de Totem of Undying op. Want dan hebben we er op zijn minst eentje vastgeclaimd. Hey, waar kom jij vandaan? Zo, nou, nu kunnen we even rustig onze tijd nemen hoor. Jeemig. Laten we beginnen met nog meer boekenkasten hakken. Want die had ik nog niet genoeg. Want het ding is, als we zo meteen thuis komen, dan kan ik eindelijk weer even gaan bouwen aan mijn basis. En ik ben van plan om meer boekenkasten op meer plekken te plaatsen. Nu ik er zoveel heb, kan ik ze ook een beetje gaan benutten ook. Want die dingen zijn ook gewoon mooi om te plaatsen. Hoe die geen ladders te staan? Ja, kijk, er is hier gewoon een kistje. Hier. Hey, lead. Leads zijn altijd welkom. En botten trouwens ook. Nou, dan nemen we even de trap omhoog. Kijken wat we hier vinden hierboven. Hallo. Hallo, is er iemand? Hallo. Oh, dat is een skeleton en een zombie. Ik denk dat is een slechte mop. Hier zijn de ladders er wel nog, toch? Hey, skeleton. Een diamond hoe. Nou, daar hebben we dus ook niet zoveel aan. De gunpowder neem ik wel mee en de bone. En ja, de rest laat ik gewoon liggen. Nee, trouwens, die neem ik voor mijn terugreis mee als ik door de nether moet. Want dan moet ik waarschijnlijk heel veel van die random blokken hakken. En dan is een hoe wel best wel handig. Hey, waar kom jij vandaan? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ah, apenootjes, apenootjes, apenootjes. Heel veel grote apenootjes. Oh, jezus. Creeper, je komt niet van pas. Oeh. Ah. Oeh. Jezus, hé. Niet te doen, niet te doen. Oh nee, ga weg. Oh mijn god, dat zijn er te veel. Ja, jij nog. Hoe kan je dat er zo veel?
Oké, ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Oh, ik moet hier weg. Ik moet hier echt gaan. Dat zijn echt te veel van die kleine mannetjes. Hoe kan het zoveel zijn? Ik tel er echt meer dan 10 volgens mij. Wat? Ik wil niet mijn 34 levels kwijtraken aan die kleine vervelende mannetjes. En ik wil ook niet de totem of undying gebruiken aan de kleine vervelende mannetjes. Gast, gast, gast. Jullie zijn met te veel. Oh. Oké. Zoals dit gaat, kan het op zich nog wel. Ik moet ze 1 voor 1 uitschakelen. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Juist, 1, 2. Oh mijn god, oh mijn deze, hoe kan dat? Ik moet uit het vuur, uit het vuur, uit het vuur. Oké, ze zijn weg, of niet? Volgens mij despannen ze na een tijdje ook gewoon. Als ze hun baasje dood is al helemaal. Ja? Gast! Gast! Oh, nee. Oké, ik doe hem toch in mijn rechterhand. Ik, just in case, dat ze me bijna doodmaken. Just in case, ik wil niet doodgaan. Ik wil die levels niet kwijtraken. Dan ga ik liever mijn totem of in dying wasten. Oh, dan dat ik dood ga. Echt waar, kijk ze despannen, ik zie het. Nee. Nee. Ah. Ja, kijk. Ze gaan te ver van hun baasje. Goed zo. Hier, kom maar. Hier. Bok op, rotbeest. Gast, 2 hartjes. Een half hartje. Een half hartje. Oh, een half hartje. Oké. Juist. Oké, er is weer eentje dood. Wat een chaos begin, ouwe. Oh, dan komen ze weer ineens met z'n allen. Huh? Jullie waren zo lang weg. En ineens. Ineens denken jullie weer, lachen alle tegelijk aanvallen. Komen ze in een of andere kolonne, komen ze aansprinten. Gast, ik hou je aan de gaten hier met je kutvleugeltjes. Oké, volgens mij is de kust veilig, jongens. Oh nee, er komt er eentje. Helemaal aangemarcheerd. Ga je heen? Ik ben hier, hoor. Oh, ik heb je. Er komt de volgende. Hoppakee. Oh, kom maar. Nee. Gast, ineens zijn jullie weer met zoveel. Ik snap het echt niet. Weet je, ik ga ze even doodmaken of ik ga dood. Jullie zien het zo. Oké, volgens mij is er nu nog maar eentje over, jongens. Op een gegeven moment waren er in één keer weer een stuk of 6 of 7 of zo. Maar als ik het nu goed bekijk, zal dit de laatste moeten... Oh, het zijn er nog 3. Het zijn er weer 3! 4! Huh? Gast, ik snap er echt helemaal geen ene bout meer van. Echt niet. Volgens mij, hij spannen ze gewoon telkens opnieuw. Ik heb er al zoveel vermoord. Ja, ze worden echt opnieuw gespand, jongens. Ik heb er zoveel... We moeten die guy gewoon killen. Die guy moet dood. Of het nou mijn leven gaat kosten of niet. Die guy, die moet dood. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Dit is het moment. Het ding is, ik kan niet schuilen achter muren. Niks gaat me beschermen. Naast, gewoon rennen. Gewoon rennen is het enige wat me mogelijk kan beschermen. En hierom, au. Oh mijn god, hier omhoog. Volgens mij was hij hier ergens. Oh, Jezus. Oh, het houdt niet op. Ik ga dood. Oké, dit was dom. Oh my days. Ja, oké, gast. Ik ga weg hier. Ik ben klaar. Ik geef deze mansion echt op. Ik ben klaar. Ja, laat me maar met rust. Jullie baasje heeft gewonnen. De mansion is van jullie. Ik laat hem maar. Echt, ooit kom ik terug met een leger hier. Ik zweer het. Ooit kom ik terug met een leger. Oké, jongens, we zijn weer bij de andere mansion aangekomen die ik wel heb overwonnen. Wat me wel is gelukt om helemaal leeg te plunderen. Maar ik geef het echt op. Ik geef het gewoon op. Die andere mensen van net, niet normaal. Hoe ik daar gewoon werd belaagd. Kijk, daar is mijn basisje weer. Oh, maar ik heb dat bed en alles. Ik heb al die spullen daar wel laten staan. Oei, dus ik heb geen bed meer hier. Dus stel, we gaan dood. Oké, laat ik even mijn belangrijkste loot, die ik heel graag mee wil nemen, toch even in de ender chest stoppen. De ender pearls, de emeralds, de dark oak, het eten. De berries, de potatoes en de rest, ja, leuk. Maar dat kan ik altijd nog wel terugkrijgen. Zo, laat ik dit dan ook maar gewoon meenemen. Alright, jongens. Laten we op avontuur gaan door de nether. Kijken of we snel onze thuisbasis terug kunnen vinden. Want ik vind het helemaal niet meer leuk zover. Moet ik ook nog zo'n vreselijk avontuur hier doen? Oh, wat hou ik er eigenlijk niet van om zo ver van huis te zijn. Oh my days, jongens. Ja, we zijn er gewoon weer. Het heeft zo lang geduurd. Ah! Oh, maar deze dacht ik doodging. Ik ben zo lang door de nether aan het gewoon wandelen en weet ik wat. In de hoop dat ik er gewoon elk moment zou zijn. Ik wist ongeveer welke coördinaten ik heen moest. Oh, maar het is zo fijn om gewoon weer thuis te zijn. Huh? Subspace bubble? Use the nether portal to treffen. Oh my days. Dus heb ik een nether portal gebruikt om meer dan 7 kilometer afstand te leggen in de echte wereld. Wauw, dan heb ik oprecht wel een grote afstand gelegd. Maar heb je trouwens de livestream niet vorige keer gezien? Flora heeft haar huisje afgemaakt. Hij ziet er erg gezellig uit. Van binnen is hij nog niet helemaal af. Daar is ze druk mee bezig met een leuk interieur en zo, keukentje. Moet je overigens ook maar even mijn livestream kijken. Daar doe ik een mooie rondleiding door. Maar kijk, het ziet er toch wel leuk uit, joh, dit huis. Dit is oprecht helemaal
top. Maar goed, laten wij lekker veilig weer terug naar mijn kasteeltje gaan. Oh, en dan gewoon eventjes de buit van de afgelopen... ja, wat plundering die ik gedaan heb. Dat ik gewoon langs die twee mensen ben gegaan. Laten we die eventjes relativeren. We laten even kijken hoeveel het is. Alright, dat zijn 2 Totem of Undyings en heel veel boekenkasten, namelijk dit allemaal. Maar, ik had vorige stream, heb ik ook de Ent, hoe noem je dat, de Stronghold gevonden. Ik ben nog niet de Ent ingegaan. En daar heb ik deze boekenkasten uitgehaald. Dus in totaal hebben wij... Wow, weet je hoeveel boeken dit zijn? Je kan je even bedenken, dit zijn heel veel boekenkasten. Maar als je dit keer 3 doet, dan kom je volgens mij uit op het aantal boekenkasten. Of het aantal boeken dat ik heb. Ik weet niet zeker of dat klopt, maar... En ik heb nog zoveel boeken ook. Hier ben ik erg blij mee. In de tussentijd zijn we level 35. En eigenlijk ben ik even aan het mikken op level 37 zijn. Want dan, jongens, kijk, dan kan ik heel leuk looting op mijn zwaard zetten. Maar daar heb ik net nog wat meer levels voor nodig. Ik heb net te weinig. Dus laten we even kijken tot... Hé, hey, Bertha, je wil nog een keer mee betreden. Dat was snel. Hey. Oeh. Dat kan deze episode nog gebeuren. Bertha, als jij nou eventjes... Wacht, we gaan zo even slapen met z'n... Oh. Huh? Nee, we gaan even slapen en dan kom ik zo terug. En dan gaan we nog een keer met de treden. En dan ben ik zo meteen level 37. In die tussentijd, jongens, is het tijd dat ik deze hal en dit ruimtetje hier en zo... allemaal even gezellig maak. Want elke keer als ik hier loop, vind ik het zo kaal gewoon. En ik ben hier het meest. Dit is mijn chest room. Kan eigenlijk echt niet. Dus laat ik wat blokken pakken en deze even omtoveren. Het is trouwens, als ik hier loop, ook echt zo verdrietig, hè, jongens. Dode kwast is er ook gewoon niet meer. Het is inmiddels gewoon vlek 2.0 stip. Vlek 1.0 is ook dood. De originele kwast is ook dood. Flip, jij bent natuurlijk gewoon een kind van Stip, de originele wel. Gerda 2.0 is ook een 2.0, want Gerda zelf, die is ook op het moment dat ik er kreeg dood gegaan. Letterlijk het enige dier wat hier een origineel dier is Stip. En de villagers tot nu toe, daar gaat het helemaal prima mee, hè. Berend, jij bent gewoon nog steeds OG. En de dieren die ik heb, die staan, daar gaat het ook nog goed mee, hè. Dikkie Dik, Toeter, Jopie. En ja, varkens dikkie dik. Ik heb even wat hout gehakt trouwens, vandaar dat ik hier nu beneden loop. Maar ik denk dat inmiddels de villager wel weer benieuwd is of ik daar wel weer bereid is, bedoel ik. Om met mij te treden, ja. En dat betekent... Oh, huh? Daar kreeg ik al genoeg levels uit die ene trade. Nou, simpel. Dan ben ik nu level 37 en dan kan ik eindelijk de Robin Ripper looting 3 geven. Waardoor ik eindelijk ook van mijn... Ik hou er niet van om zoveel levels bij me te hebben. Dan ben ik bang dat ik doodga en dat is zonde en dan ben je het kwijt, weet je. Dus dan ben je looting 3, Robin Ripper, hoppakee en we zetten het erop. Juist. Dit voelt goed. Nu de looting op mijn zwaard staat, nu kan ik gewoon zo... Kijk, wat een OP zwaard dit trouwens. Dat is niet normaal. Dan kan ik eindelijk gewoon een beetje extra loot krijgen op het moment dat ik dingen ga vermoorden. Oh, trouwens, ik heb het al een beetje opgeknapt. Zie, ik heb daar al een doorgang gebouwd. Ik heb hier al een beetje de vloer weer aangepast. Zo, maar we zijn nog lang niet klaar. Alright, jongens. Ik heb heel veel geüpgrade. Enig is dat mijn plafond daardoor hier helemaal verpest is. Dus wat ik nu ga doen, is hier allemaal trapdoors plaatsen. Althans, dat is de planning. Nu ik het zo zie. Want eigenlijk schrik ik ervan dat ik nu weer begin met praten. En zie dat het niet klopt hier. Dus ik denk dat ik het gewoon helemaal moet vullen op deze manier met trapdoors. Echter heb ik daar niet genoeg trapdoors voor. Dus dat is een probleem voor de toekomst, Max. Maar dit is niet eens zo heel lelijke trapdoors hier als plafond. Maar goed, waar ik eigenlijk voor wilde praten is dat hier nu allemaal lege armor stands staan. En dan hier heb ik het ook leuk gezellig gemaakt. Dan loop je door, kom je hier ook weer met een lege armor stand en daar ook. Maar het is in ieder geval een stukje gezelliger hier gewoon. Het is niet meer zo leeg en zo kaal als je aankomt dat je denkt van hier ben ik ook begonnen aan het pad. Maar dat ga ik in de toekomst doen. En de bedoeling is dat ik ook als je hier het hoekje omkomt, dat dit gezellig wordt. En dan dit pad ook hier vol met details. En het is de hele tijd al een zombie gaande hier. Maar goed, ik heb natuurlijk nu een villager. Volgens mij heet hij... Of wie is dit? Welk villager verkoopt het eigenlijk voor me, wat ik nu zoek? Ik weet namelijk dat de villager Enchanted Diamond Gear voor mij verkoopt. Dat is deze. Wie is dit? Oh ja, Barry. Oh ja, Barry is wel duur. Barry, waarom is zo duur? Nou, laten we in ieder geval 2 keer leggings, 2 keer boots. Oh, en voor de rest heb ik niet genoeg ruimte. Barry. Oh, deze is trouwens ook nog leeg bij de deur. Dat wist ik niet. Ik dacht dat ik deze ook gewoon had gevuld. Maar maakt niet uit. We vullen deze eventjes. Huh? Deze had gewoon armor. Is die genakt of zo? What the fuck? Volgens mij ben ik beroofd, jongens. In de tussentijd geven we deze ook vast armor. Zo, hoppakee. Zo, we hebben alles even geleegd. En dan kunnen we nu gewoon heel veel armor kopen. Ik moet een chestplate, een helm en dat dan keer 2. Dan heb ik die daar geregeld. En dan ook nog andere spulletjes. Dus kom op. Nog meer? Oké, dat kan dus niet. Dus schoenen. Oh, daar is hij ook klaar mee. Een helm. Nog een helm. En nog een helm. Chestplate, chestplate en nog een chestplate. Jezus, wat ben jij een dure loser villager geworden.
Nee, ik heb jou gewoon van zombie villetje naar normaal gemaakt. En nog is die zo duur, hè? Staat eigenlijk ook weer nergens op. Kijk, dan kunnen we zo doen en zo. En dan hier doen we die nog eventjes eraan. Die eraan, die eraan. En dan die eraan. Dan hebben we hier ook fully enchanted. Zie ik wel dat ik dit anders wil gaan doen. Dus ik mag hem weer weghalen. Ik zie dat dit zo moet gaan staan. Zo, kijk. Dit is mooi. En dan hier nu de armor stand. En dan daar alle specifieke armor op. Misschien nog een leuk detail zoals dit hier. Ik weet niet, ja, dat voegt op zich wel wat toe. Dan ziet het er hier ook even wat leuker uit. Nu dus hier dus alle trapdoors laat ik die gelijk plaatsen. En dan hier nog armor. Maar ja, de villager heeft nog geen zin om te treden. En ik raak ook echt al mijn emeralds aan hem kwijt. 62 dark oak trapdoors is gewoon bijna ook een hele stack locks gewoon, hè. Weet je hoe duur dat is? Oh, en ik plaats ze ook niet goed, zie ik nu. Sommige dan. Ze moeten allemaal wel via een bepaalde hoek geplaatst worden. Gelukkig zijn dit er wel genoeg. Dat scheelt. Anders had ik echt verdrietig geweest. Nou, oké. Dit ziet er wel leuk uit hierboven. Ik moet zeggen, het ziet er niet verkeerd uit. Dit als plafond. Oh, dat moet het cobblestone hier wel weer weg. Zo. Nee, ik heb het wel slechter gezien. Maar kijk, het enige is, wat dan nu weer niet klopt, is dat daar een houtje zit. Maar dat kunnen we gelukkig oplossen door gewoon wol te pakken en dat op te lossen. En dan, wat ik ook nog wilde doen, eventjes zie ik nu, is dat de trap hier helemaal nog geen detail in het wol heeft. Ik heb dat helemaal nog veel te saai gedaan, joh. Dus laten we dat ook gelijk even zo doen. Door gewoon af en toe even eentje te verplaatsen, zoals dit. Dat hier dan ook weer. Niet de trap weghalen, is ook een beetje zonde. Oh, en dan hier te zeggen zo. Hier maken we een wolletje van, zo. Hier maken we een wolletje van. Je moet oppassen dat ik niet kijk zoals dit doe. Want dit vind ik dan weer niet mooi, dat je daar al wol ziet. Dat moet gewoon hout zijn. Oftewel, we houden het zoals dit en dan doen we hier nog een wolletje. En hier ook. Ja, dit kan. Deze kan ook niet, dus dat zou moeten wederom deze weghalen. En dan misschien deze ook. Dat zou geen probleem kunnen zijn. Deze kan ook nog gewoon en deze niet. Dus dat zou dan hier gewoon zo moeten. Kijk, dit ziet er leuk uit, jongens. Is er ook weer wat meer detail hier gebouwd? Oh nee, trouwens, het is nog niet klaar. Hoppakee, iets meer detail. Dan is dit eigenlijk ook wel zo goed als af, hè? Ja, het is nu echt het kasteeltje, jongens. Ik vind het helemaal gezellig om hier te wonen. Maar goed, deze video is nu ten einde gekomen. Het was veel chaos aan het begin. Groot gevecht. Daarna heb ik veel progressie weer gemaakt in de basis. Volgende aflevering wil ik weer echt heel veel progressie maken aan de basis. Door gewoon echt veel te doen. Dat je eigenlijk denkt van, jezus, wat is deze aflevering allemaal gebeurd? Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Abonneer dan zeker eventjes. Kijk ook deze video, want wauw, het is een hele mooie video. En nu spreek ik laatst glaasje water tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!